In de afgelopen 8 jaar heeft de BOP als oppositiepartij het verschil laten zien in de Raad. Als voorbeelden kunnen genoemd worden haar constructieve oppositie tegen de plannen voor het parkeerterrein Laanstraat en de Noordschil. Dat het kan verkeren blijkt uit het feit dat het CDA in haar verkiezingsprogramma nu het BOP-standpunt, dat je pal aan een autosnelweg niet kunt wonen, heeft opgenomen. Voor meer onderwerpen geldt dat als de coalitie beter naar de BOP had geluisterd, de gemeentekas miljoenen euro's bespaard was gebleven. En neem de Oosterhei, waar iemand wonen aan de Lepelaarstraat en Reigerstraat een aantal prachtige woningen heeft gebouwd. Aanvankelijk lagen er flats op de tekentafel. Burgers protesteren daartegen. De BOP heeft hen geadviseerd een burgerinitiatief in te dienen. Dankzij dit initiatief verdween het oorspronkelijke ontwerp van tafel en is er in goed overleg tussen bewoners, Eemland Wonen, gemeente en zeker ook dankzij de inbreng van de BOP iets tot stand gekomen waar de bewoners van de Vogelbuurt wel tevreden mee kunnen zijn. Omdat Barend haar zorg is, wil de BOP straks ook het verschil gaan maken in het college. En dat is nodig, want er komen veel extra taken terecht op het bordje van de gemeente. De WMO, jeugdzorg, Waarjong, de nieuwe bijstandswet. Die klussen moeten geklaard worden met veel minder geld. Dat vraagt niet alleen om de nodige bestuurlijke kwaliteit, maar zeker ook om een sociaal hart. Aan u de keus of in Baren het roer in handen blijft van de huidige coalitie, of dat er een college komt waarin de BOP een prominente rol gaat spelen. Als de BOP straks uw vertrouwen krijgt en als nummer 1 uit de stembus tevoorschijn komt, kan de BOP het voortouw nemen bij de vorming van een nieuw college. Na 8 jaar oppositie is de BOP er klaar voor.